Goed, we vervolgen de bespreking van natuurkunde-examen voor de HAVO voor 2018 eerste tijdvak. Verontreinigd technetium. Technetium 99M wordt in ziekenhuizen gebruikt als tracer. Het technetium 99M dat daarvoor nodig is, wordt in het ziekenhuis zelf geproduceerd. Technetium 99M is een vervalproduct van molybdeen 99. Het technetium 99M is metastabiel. Dit betekent dat de protonen en neutronen in een kern van een TC99M atoom zich nog kunnen herschikken tot een toestand met minder energie. Daar staat die M voor. Een metatoestand. Geeft de vergelijking van een vervalsreactie waarbij technetium 99M ontstaat. Nou, die begint dus met molybdeen. In tabel 25a kun je opzoeken 99 molybdeen dat die 42 protonen heeft, dus heb je 99 42 molybdeen en die vervalt in 99MTC. In tabel 25a kun je opzoeken dat het 43 protonen heeft en dan moet het kloppen, 99 deeltjes voor en hier zijn ook 99 na, dus moet het 0 deeltjes, kerndeeltjes zijn. De lading hier is 42 plus, hier is die 43 plus, dus moet ik om het weer 42 te maken, moet het min 1 zijn. 0 min 1, E, dat is een elektron. En dan komt ook nog gammastraling vrij. Trouwens, in 40a kun je opzoeken als je alleen maar de afkorting hebt, wat de naam dan van het element is. Nu hebben we even niet nodig, maar die is vaak wel handig, vandaar dat ik hem toch even bij zit. Oké, daarmee hebben we hem gedaan, hè. In plaats van 0 min 1 e mag je ook beta min schrijven. En, okay. Leg even erbij gebruik van een tracer voor de patiënt sprake is van een bestraling of besmetting. Nou ja, de patiënt die heeft echt een radioactief materiaal binnengekregen in zijn lichaam. Dus dat is een besmetting. Hij wordt niet alleen maar van buitenaf bestraald. Nee, hij heeft echt radioactief materiaal in zich. Dus dat is besmetting. In het ziekenhuis wordt de TC99M van MO99 gescheiden. Tijdens dit scheidingsproces blijft er MO99 in de oplossing van de TC99M achter. Deze verontreiniging van de TC99M is ongewenst omdat MO99 beta-straling uitzendt. Volgens de wettelijke eisen mag de activiteit van de MO99 verontreiniging maximaal 0,15 kilobecquerel zijn per 1,0 megabecquerel activiteit van de TC99M. De verhouding van de activiteit is de berekening met deze formule die hier staat. Een beetje ingewikkeld om helemaal op te lezen, maar A is de activiteit, T is de halveringstijd en ja, precies. En die boven staat hier voor molybdeen 99 en onderstreep staat hier voor technetium 99M. Oké. En N is het aantal deeltjes van die stof. Ja, okay. Dus de activiteit is de halveringstijd met het aantal deeltjes. Oké, berekenen hoeveel molyb 99 kernen maximaal per miljoen technetium 99M kernen mogen voorkomen. Nou, deze formule dus, die ga je invullen. Dan moet je de halveringstijd van die twee stoffen weten. Die vind je in tabel 25a. Die blijkt 65,9 uur. En die andere blijkt 6 uur. Dus die vul je in. De juiste plaats is 6 en 65,9, daar staan ze. De activiteit... die was gegeven als 0,15 kilobecquerel respectievelijk 1,0 megabecquerel. Die staan hier. Oké, okay, die zijn hier ingevuld. Kilo is 10 tot de derde, mega is 10 tot de zesde. Oké, okay, dan houden we even kijken. En wat weten we dan nog meer? Per miljoen technetium kennen. Dus hier staat die. Dat zijn deze 1 miljoen technetium kennen. En dan is alleen maar het aantal molybdeen 99 kennen onbekend. En dan is het een kwestie van... Met kruisingsvermenigvuldigd, dus vermenigvuldig je deze met die en dan vermenigvuldig je deze met die en oké, okay, dan krijg je de, en aan het eind, dus wat je dan uiteindelijk doet is deze maal die gedeeld door deze en gedeeld door die en dan vind je n. Ja, eigenlijk net zoals zo'n opgave hadden we eerder ook een keertje helemaal uitgeschreven, dan kun je op dezelfde manier doen. Ik zal even laten zien wat het ook weer was. Een van alle, kijk, zie je wel, op deze kruisingsvermenigvuldiging kun je het helemaal uitschrijven. Dus als je dat lastig vindt om dat te doen, dan kun je dat gewoon... Je weet wat het antwoord is, dus je komt er denk ik wel uit. Ja, nogmaals, dus N is dus deze twee met elkaar vermenigvuldigd, gedeeld door deze en gedeeld door die. Daar kom je uiteindelijk op uit. Oké, okay, gaan we naar 21. Geef een reden waarom beta-deeltjes
De beta-deeltjes uitzonderen dat molybdeen 99 niet buiten de pot gedetecteerd kunnen worden. Nou, dan moet je opzoeken wat. Even kijken. Ja, het doordringingsvermogen van de beta-straling is te laag. Het is beta-straling. En dat heeft een hele lage doordringend vermogen. Meer dan alfa-straling, minder dan gamma-straling. Maar blijkbaar is het doordringingsvermogen niet goed genoeg om door die pot heen te komen. De intensiteit van de gamma-straling van de technetium 99M buiten de pot is relatief klein. Het percentage van de oorspronkelijke intensiteit dat aan de buitenkant van de pot gemeten wordt, kan voor zowel technetium 99M als voor molybdeen 99 met behulp van een halveringsdikte bepaald worden. Op de uitwerkbijlage staan hierover twee tabellen. Voer de volgende opdracht af. Noteer op de uitwerkbare in de eerste tabel de halveringsdikte in centimeter van lood voor gamma-straling met een energie van 0,1 megaelectronvolt en met een energie van 1,0 megaelectronvolt. Hoe moet je daar dan komen? Die vind je in tabel 28F. Dan zoek je, dat is helemaal rechts beneden aan een pagina, dan zoek je lood op en dan ga je in de eerste kolom naar 0,1 megaelectronvolt. Dat is de derde kolom en dan vind je 0,10106. Hier is dat afgekomen in 0,11. En je gaat nog eentje daarnaast, dat is 1 megaelectronvolt 0,86. Ja, terwijl 28 heb dus. En dan voor lood kijken en dan de juiste kolommen opzoeken. 0,1 megaelectronvolt, 1,0 megaelectronvolt, dan vind je deze twee waardes. Oké, omcirkel in de uitdrukbare in de tweede tabel de intensiteit, de percent van de oorspronkelijke intensiteit van de gammastraling en van de molybdeen buiten de pot. Nou, je staat alleen maar het antwoord, maar niet hoe je eraan komt. Oké, dus nou, dat gaan we even bekijken. We gaan eerst even naar technetium 99 kijken, dat is hier de linkse. De halveringsdikte is 0,011 centimeter en er stond dat de pot 6 mm dik was. Hier staat dat, oftewel 0,60 centimeter. Dat is de dikte van de pot. Nou, hoeveel halveringsdiktes passen er dan in die 0,60 centimeter? Doe je dus volgt, die 0,60 centimeter, die deel je door de halveringsdikte, dat is 0,011 en dan zijn dat 55 halveringsdiktes. Oké, hoeveel procent is er dan nog over? Nou, je halveert en dat doe je tot de 55ste macht, want je doet dat 55 keer achter elkaar, maal 100%. Dan kom je uit tot 2,8 maal 10 tot de min 15e procent. Nou, dat is dus deze, kleiner dan een miljoenste procent, veel kleiner dan een miljoenste procent zelfs. Oké, dan houden we dat voor de molybdeen 99, de halveringsdikte is daar 0,86 centimeter en de dikte van de pot is natuurlijk nog steeds 6 mm of 0,60 centimeter. Het aantal halveringsdiktes, dat is 0,60 centimeter gedeeld door de halveringsdikte van die is gegeven, staat er 0,86 van molybdeen. En 0,70 halveringsdiktes is dat. Nou, hoeveel procent hoort er dan bij? Een half tot de macht 0,70 maal 100% is 62%. En dan zitten we inderdaad tussen 50 en 100% in. Ja? Even kijken, dat was 22. Als voor een behandeling in het ziekenhuis het technetium 99 te vroeg wordt geproduceerd, neemt de verontreiniging met molybdeen 99 toe. De uitwerkbijlage staan hier over drie zinnen. Omcirkel telkens het juiste alternatief. Nou. Hier heb je het, de omcirkel het juiste alternatief. De halveringstijd van TC99 is kleiner dan wel groter dan de halveringstijd van molybdeen 99. Nou, die moet kleiner zijn, want technetium verdwijnt sneller dan de molybdeen. En daarom neemt de molybdeen toe ten opzichte van technetium. Dat kan alleen maar als de technetium een kleinere halveringstijd heeft dan de molybdeen. Dus dat moet. Voor de verhouding tussen die twee, tussen molybdeen en technetium, geldt dan dat die groter wordt, want de molybdeen neemt toe ten opzichte van de technetium, dus boven de streep wordt het groter en onder de streep wordt het kleiner, in beide gevallen wordt dan de breuk groter. Dus kleiner dan neemt sneller af. Oh, dat hebben we nog even vergeten. Ja, als de activiteit neemt natuurlijk sneller af dan de activiteit van molybdeen, want er is gewoon veel minder technetium op een gegeven moment natuurlijk. Een molybdeen, dus ja, neemt de activiteit ook af, dat is logisch. En dan wordt de verhouding tussen molybdeen wordt meer ten opzichte van technetium, dus die breuk wordt groter. Oké, het ijzer is het laatste stuk van het tentamen-examen, dan doen we in het laatste filmpje over dit examen.